Het is donderdag 15 oktober 2020. De dagwoorden zijn gehaald uit Jeremia 25, vers 5. Bekeert u toch in ieder van zijn boze weg en van de boosheid uw handelingen. En uit Romeinen 7, vers 22 tot 23 is het leerwoord Paulus schrijft. Naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt. Vader in de hemel, wat een genade, wat een plezier om u als almachtige, als allerhoogste, als vader te hebben. Dank u wel daarvoor, Heer. We zijn ontroerd door uw liefde. Dank u wel, Heer. We komen met diep ontzag voor uw troon van genade. En beleiden onze zonden. U verdient het niet, Heer. We beseffen hoe kort ons leven hier op aarde is. Als wij vooral tegenwoordig zien hoe velen er naar ons gevoel te vroeg heen gaan, Vader. Wij beseffen, Heer, dat wij u meer dan ooit moeten aanroepen. Raak ons aan, Heer. Mogen wij ons overgeven aan u en u alleen dienen. Alle lof, alle prijs, alle eer komt u toe. Vader, als u wij bedenken wat u voor ons gedaan heeft en nog steeds voor ons doet, raken wij ontroerd. We hebben, Vader, meer dan 10.000 redenen om u de hele dag te bedanken, lofliederen voor u te zingen, omdat u ondanks alles wat wij verkeerd doen, toch van ons blijft houden. Heer, mogen wij u vragen om vandaag langs elke zieke te gaan die strijd voert. Dank u dat u bij hen wilt zijn, omdat ze vrede mogen hebben en uw aanwezigheid mogen ervaren. Ook senioren breng ik voor uw troon van genade, Heer. Degene die lijden aan ouderdomskwalen, of degene die steeds verdriet hebben omdat jongeren dan hun heen gaan, hun geliefden. Helpt u hen met hun uitdagingen en helpt hun familie om hen met liefde en geduld te bejegenen, zodat ze daardoor toch hun vreugde en uw liefde mogen ervaren. Dank u voor dit alles, Heer. Dank u voor wie u bent en wat u mogelijk maakt in ons leven. Dank u voor uw Zoon, Jezus Christus. Amen, ja, amen.